Molybdaan Belgium is Europees leider in de productie van molybdeen. Molybdeen is een grondstof die haar nut bewijst in tal van innovatieve producten. Dat kan gaan van roestvrij staal tot bijvoorbeeld smartphones. Net zoals veel andere bedrijven, denk ik, op vandaag ondervinden, is het zeer moeilijk geworden om de juiste kandidaten te vinden. De juiste kandidaten, dan hoop je natuurlijk mensen met de juiste competenties, maar ook mensen met de juiste attitude. Op de Belgische markt is het zeer moeilijk vandaag, maar ook al op de Europese markten begint het zeer moeilijk te worden. Vandaar hebben wij de stap gezet om te gaan recruteren buiten Europa. Ik ben Nicolas Campos. Ik ben ondervoedingenieur bij Molymed. Ik kom uit Chile en verhuisd naar België. Tijdens mijn zoektocht naar een job stelde mijn BDAB-advisor Molymed voor. Mijn collega's hebben mij open ontvangen. Wanneer ik twijfel heb, staan ze klaar om mij te helpen. De taal is een beetje moeilijk, maar geen barrière. Ze geven mij de kans om Nederland te leren en we vinden altijd een manier om elkaar te begrijpen. Ik denk dat met de juiste motivatie en mindset veel internationale talenten zich hier te volgen kunnen ontplooien. Via de VDAB zijn we in contact gekomen met het TAM-project. Zij hebben dan de juiste partnerschappen opgezet om competente kandidaten uit onder andere Marokko te kunnen gaan inzetten op de Belgische arbeidsmarkt. In samenwerking met onze projectpartners zijn we de vacature gaan herschrijven en vertalen. En op basis daarvan zijn we dan aan de slag gegaan en heeft Anapec een talentpool samengesteld. Ze zijn de Marokkaanse tegenhanger van de VDAB. En met die talentpool mochten wij dan verder aan de slag om een selectie te maken die we dan in Casablanca tijdens een jobbeurs konden ontmoeten. Wij waren sterk onder de indruk van de kennis en de motivatie van de kandidaten die we daar gezien hebben. Ook een motivatie om een loopbaan bij Molymed België uit te bouwen. Wij hebben drie onderhoudstechniekers kunnen selecteren en weerhouden. Een vacature die we de laatste jaren bij ons bijna niet ingevuld krijgen. Ondertussen loopt voor hun de aanvraag voor de single permit. Dat is een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning. En wij kijken er naar uit om die mensen bij ons snel in ons team te ontvangen. De medewerkers van het TAM-project, zij hebben ons begeleid in elk stukje van het proces in het vinden van de juiste partners, zelfs ook na de aanwerving. Als inclusieve onderneming willen wij dan ook uiteraard onze deuren openstellen voor het ontvangen van die diverse talenten. Belangrijk daar voor ons is wel dat die talenten beschikken over de capaciteit en de wil om nieuwe dingen te leren.